Ja, wij maken hier uit bodemassen, zeg maar het restproduct wat vrijkomt bij de afverbranding, daar maken wij een grondstof voor beton. Ja, dat is uniek in de wereld, omdat wat wij hier doen, dat is de eerste plant in de wereld waar dit ook gebeurt. En normaal worden die materialen gebruikt voor als ophoogmateriaal langs snelwegen en voor afdekmateriaal op stortplaatsen. En wij maken nu echt een product van, of een grondstof van, waarmee we zand en grind in beton één op één kunnen vervangen.